1-3 verloren tegen Thailand. Waren jullie verrast door het spel van Thailand? Oh, zeker en vast. Ze spelen hun manier op een manier dat niet gemakkelijk is. Ze spelen overal tussen elkaar door en het was echt moeilijk. Ik denk met momenten hebben we dat wel even beter kunnen hebben, maar we lieten het altijd te veel los of we lieten het een beetje gaan. Dus was op die momenten moet je 100% kunnen focussen en soms ja, zien zij dan nog iets anders dat voor ons soms een beetje hectisch is. Maar hoe dan ook, denk ik, ja, die ene set hebben we goed gespeeld. De rest hebben we het een beetje laten vallen, laten gaan. De eerste set hebben we ondermaats gespeeld. En ik denk dat op die moment niet mogelijk was om die winst te kunnen binnenhalen. Jullie hadden in Sao Paulo gehoopt op punten. Dat is niet gelukt. Ja, absoluut. Eigenlijk enorm. We hadden gehoopt, toch zeker van Duitsland. Misschien winst was al heel optimistisch, maar toch zeker punten te halen. Om misschien een punt tegen Thailand te kunnen halen. En dat is niet gelukt. Goed, we trekken onze lessen hieruit en we gaan verder.